Een wijze les die ik jullie ga geven is positief denken in het leven. En als ik positief moet denken, dan denk ik natuurlijk aan No Limits 2. Welkom bij een nieuwe aflevering. We gaan vandaag 3 achtbanen bestrijden tegen het onrecht en het kwaad. Ik heb via de e-mail 3 achtbanen opgestuurd gekregen van 3 verschillende personen. De eerste achtbaan is de Stormrunner, de tweede achtbaan is de Disco Kiddy Coaster en de derde is de Woodfire. We gaan beginnen met de Stormrunner. Ik ben benieuwd, ik kan nog niet echt een foto zien, dus het is altijd wel een verrassing in welke achtbaan ik weer beland. En dit is de allereerste aflevering van 2016. No Limits is gespaard gebleven op mijn kanaal. No Limits is een serie die jullie ontzettend leuk vinden en ik ook. We gaan beginnen. We zitten in de Stormrunner. Het ziet er grappig uit. En wow, hij heeft ook een pad gemaakt, zie ik. En we zitten best wel boven, hoog op het station. Hoog gemaakt. En de achtbaan gaat ook nog best wel hoog, waardoor die waarschijnlijk best wel snel gaat. Het is volgens mij, even kijken, ik kan niet goed zien of er achter me ook mensen kunnen zitten. Dat zal best, maar het is geen spinning coaster volgens mij. Dat dacht ik eerst wel, maar dat is hem volgens mij niet. We moeten het gewoon even zelf ontdekken, denk ik. Nou, we zijn bijna boven en dan kunnen wij genieten van het uitzicht. En waarschijnlijk kunnen we dan de hele layout zien van de achtbaan. We gaan zelfs onder een berg door. Ik denk dat dit heel vet wordt. Oh, het is toch een spinning coaster. Oh, wat gaaf. Nou, we gaan hier de eerste afdaling lekker hard. De tweede afdaling met bijna 62. Nou, we gingen 62 km per uur. Wat een lekkere snelheid. Die coasters gaan nog best snel. Daar kan je soms in vergissen, maar... Oh, we gaan een tunnel in. Heel gaaf effect. Heel goed. Leuk gevoel wat het geeft. Als zeg maar, als je het gevoel hebt dat je in een achtbaan zit. En we staan nu wat schuin. Een hele mooie layout trouwens. We gaan ook langs allerlei planten en bomen. Heeft hij heel vet gedaan. Kijk hoor, gaan we langs een rode struik of wat is het? Wauw, heel gaaf gedaan. Hij is niet super snel, maar het begin was die eigenlijk het begin ging hij eigenlijk de vaart erin. En ik vind het echt een prachtige achtbaan. Ik vind de Stormrunner, wauw, dit is echt fantastisch. Ik vind het leuk om hiermee te beginnen in 2016. Gelijk een toffe achtbaan, want je weet het nooit in het begin wat voor achtbaan je krijgt. Maar als we even dit gaan analyseren, dan ging hij dus hier omhoog. Nou, dan ging hij daar naar beneden met een grote schuine bocht. Dit is echt een fantastische drop. We gingen niet helemaal tot de grond, maar hier had hij wel een flinke snelheid. Ging hij hier zo met de remmetjes, ging hij onder... Dat vond ik ook een heel gaaf idee, dat hij hem onder in die, door die berg heeft laten gaan. Nou, dan gaat hij hier naartoe, naar boven toe. Ik wil hem gewoon even volgen, dat vind ik ook tof. Langs die struikjes, hij heeft leuk gebruik gemaakt van de thematisering. En het einde was ook super, en zelfs een pad en alles. En met water heeft hij daar gebouwd. Het is echt heel gaaf gedaan. We gaan naar de volgende achtbaan. En de volgende achtbaan is de Disco Kiddy Coaster. Jullie weten het nog goed, maar ik hou ontzettend veel van een soort van kiddy coaster. Dus gewoon een achtbaan die heel erg klein is. Heel compact. En hij hoeft niet per se snel te gaan. Maar als je het heel mooi ziet, is die gethematiseerd. En er ziet er leuk uit. Dan ben ik al helemaal verkocht. En sommige mensen die maken dan speciaal zo'n kinderachtbaan. Want dan weten ze bijna... Ja, toch wel 70% zeker dat ze gaan winnen in mijn ogen. Natuurlijk is jullie mening anders. We gaan eens kijken wat de Disco Kiddy Coaster gaat brengen. En dit is zeker geen kindercoaster. Dit wordt een lanceerachtbaan. Het is donker en wordt gelanceerd met, wow, 90 km per uur. Dat noem ik inderdaad geen kiddy coaster. We gaan over de kop en we gaan door een tunnel met allemaal lichten. Allemaal disco lichten. Dat is natuurlijk de naam ook. Nou, we komen uit die tunnel en we komen gelijk met wat airtime hier. We gaan nog ruim 70 à 60 km per uur. Dat is best wel een snelheid. En volgens mij ken ik deze achtbaan... Nee, die kan ik me niet herinneren. Daar had iemand wat opgestuurd en zegt van... Vincent, ik maak een soort 2.0 van je, maar die doet het niet. Ik had hem gedownload en hij doet het niet. Goed, de Disco Kiddy Coaster. Dit was heel tof. Leuk gedaan. Ik vond het best origineel. Hier werd je dus gelanceerd. Nou, dan ging je die grote tunnel in. Met al die discolichten die er gewoon uitsteken. Nou, hier uit het rook kwam je eruit. En dan ging je hier ook bijna over de kop aan het einde. Maar als je denkt van ik ga over de kop, dan ging je weer terug. Zie je het? Je gaat heel even over de kop en dan ga je weer terug. Leuk gedaan. Ik vond het een leuke achtbaan. Dus ja, best wel origineel ook, vind ik. We gaan naar de derde en dat is de laatste. En dat is de Woodfire. En als ik denk aan wood, dan denk ik aan hout. En dan ben ik, nou ja, niet bang ervoor. Maar dan denk ik dat we te maken hebben met een houten achtbaan. Dat hoeft natuurlijk niet. Laten we even kijken wat het wordt. Hij is al de achtergrond aan het berekenen. En ze zijn best wel snel geladen, deze 3 achtbanen. Dus ik ben benieuwd of dit heel veel, of deze heel groot gaat worden. Aangezien de Woodfire al hadden gedaan, doen we nu map 3.
En Woodfire was een achtbaan, die had hij gemaakt, met een houten achtbaan zonder ondersteuning. En heel veel rookmachines, echt heel veel rookmachines. Waardoor het ook heel lang duurde met laden. Maar in ieder geval, die hebben we al een keer gedaan. Dus ja, we gaan nu een andere doen en dat is map 3. En ja, ik kan nog niks zeggen over de achtbaan. Ik kan wel zeggen dat die is ingestuurd en er staat From Ride Experience. Dus misschien is die wel gedownload van iemand dat diegene hem niet heeft gemaakt. Dat kan natuurlijk ook, hè. Je hoeft niet altijd de achtbaan op te sturen die je zelf hebt gemaakt. Natuurlijk is dat wel heel vet als je iets wil uitproberen en je wil een beoordeling van anderen en van mij. Maar ja, dit is dus map 3. Dus ik ben benieuwd wat er in die map is gebouwd. En daar zitten we in map 3. Wow, dit is een gigantisch grote coaster als ik het zo zie. Met deurtjes. Oh, wauw. Wat grappig. Volgens mij wordt het een lanceerachtbaan. Maar de deurtjes gaan open en wij gaan er met z'n allen gaan we er doorheen. We zitten nog steeds in een soort van tunnelachtig. De coaster heet de Dragonfire. Dus ik denk dat we dadelijk of worden we gelanceerd? Nee, het is gewoon een optakelsysteem, maar wel heel tof. Wow, kijk die omgeving. Het doet me een beetje denken aan buitenaarse aliens die hier kaas eten bij Tante Corrie. Ik weet niet, maar gewoon, dit is heel bijzonder. Moet je kijken. Ongelooflijk. Weet je, we zitten echt in een hele aparte omgeving. Ik ben benieuwd wat hier echt zo dragon aan is. Oftewel, draak natuurlijk. We zijn hier bovenaan. Het doet me een beetje denken aan een dive coaster idee, omdat we natuurlijk met z'n allen naast elkaar zitten. Ook al zijn het maar 4 personen. Maar volgens mij gaan we... Nee, we gaan niet stil hangen, we gaan keihard naar beneden. Keihard 107 km per uur hebben wij een grote looping. En wat krijgen we nu? We gaan een halve looping. Nou, wat krijgen we hier zo? Gaan we weer over de kop. En dit vind ik ook tof, dat je heel eventjes op z'n kop hangt. Maar dat je daarna keihard weer stormt met een afdaling van 94 km per uur. We gaan ook langs die topspin attractie. Die is ook in werking gezet. Een barrel roll. Hoppakee. Hij gaat al flink veel over de kop. En we hangen weer eventjes op zijn kop. Wauw, fantastisch gedaan. Misschien is dit wel een dragonvlucht, weet je wel. Een drakenvlucht door die alienwereld. We krijgen een stukje lancering. Met 116 km per uur worden we als een soort King Dakar achtbaan helemaal... Wow, dit is heel apart. Dat was heel gaaf om dat een keer mee te maken. Heel tof gedaan. Een hele grote achtbaan trouwens. We hangen weer op zijn kop. We worden zelfs afgeremd terwijl we op zijn kop hangen. En we gaan weer door met een speed van 95 km per uur. Het is echt gigantisch. Wauw. Wat een achtbaan. Dit is echt wel voor de diehard, zeg maar, volgens mij. En dan gaan we weer heel soepel gedaan trouwens. Ik ben benieuwd of diegene hem zelf heeft gemaakt. Dat staat er eigenlijk niet bij. Maar als die hem zelf hebt gemaakt, echt heel tof. Ga zeker weten nog meer achtbanen maken, want deze is echt wel heel cool. En een stukje ketting wordt er nu aangebracht. En hangen we inderdaad eventjes op... Oh, dit is net als een dive coaster idee inderdaad. We gaan onder de grond. Volgens mij zijn er alle elementen erin gestopt. Van optakeling tot aan lancering, tot aan een soort dive coaster idee. Dat je even vasthangt bovenaan bij het stukje wanneer we afgedaald gaat worden naar de grond toe. Nou, en hier is het einde van de achtbaan. De speed neemt dat terug. Heel mooi gedaan. Kleine remmetjes. En op het einde hebben we nog een klein stukje achtbaan. Gewoon eventjes... je zal er geen airtime van voelen, denk ik. Maar gewoon lekker even die vaart erin. Hoppakee. Met 40 km per uur nog steeds... Nog wel 40 km per uur. Dat is best wel snel nog. Gaan we dus naar het einde. Misschien had hij die tunnel een beetje kunnen afwerken. Want het ziet er heel apart uit. Maar ik vind hem wel tof. Dat hij zeg maar... Hij heeft volgens mij een ingang en een uitgang gemaakt. Zie je het? Volgens mij is dit dan de ingang. Of dit is de uitgang dan. En dan hier zo moet je instappen. Dat vind ik wel, ik vind het idee wel heel tof. En ik vind ook zo... Ja, ik vind het wel wat hebben, joh. Nou, dit waren de 3 achtbanen. Ik moet natuurlijk een keus maken welke het vetst was. En als ik eerlijk moet zeggen, dan vond ik de eerste achtbaan wel het allerbeste. En dat was natuurlijk de Stormrunner. Dat was de spinning coaster. Die vond ik echt heel vet. Laat het weten in de comments welke achtbaan jij het vetst vond van deze 3. En tot de volgende keer met de nieuwe aflevering van No Limits 2 op mijn kanaal The Vinstal Games. Doei doei!